Zo, mijn online les zit erop voor nu. Nu heb ik tot... niet omvallen. Tot 1:15 geen online les meer. Het is nu 10:15. Dus ik ga nu maar even kijken welk huiswerk ik nog moet maken. En Frans leren, want ik heb nog 2 weken repetitie. Ik moet voor Nederlands vandaag opdracht week 21 klaar. Ik moet mijn handelingsdeel afmaken. Ik moet gaan werken aan mijn boekdoos voor Nederlands. En ik moet mijn huiswerk ervan maken. Ik moet een samenvattingsopdracht voor geschiedenis maken. Ik ga denk ik ook even aan aardrijkskunde. Daar loop ik wel voor. Maar als ik nou gewoon heel erg voorloop, dan... Oh ja, biologie moet ik ook even aan. Dan ga ik even kijken of ik wat voor kan lopen op de rest. Dat ik wat meer tijd heb voor... Horsies. Ik heb inmiddels zoveel gefilmd met de GoPro, want het is weer met de GoPro, dat die nog maar 4% is in plaats van 100. En dat die helemaal overhit was. Ik heb inmiddels een hele samenvatting geschreven van het boek dat ik op dit moment aan het luisteren ben. Want ik doe geen boeken meer lezen, want ik kan niet zo goed lezen. Dat is Afblijven van Carrie Sleen. Daar heb ik een samenvatting over geschreven. En nu ga ik werken aan mijn handelingsopdracht, handelingsdeel voor Nederlands. Ik ben al een uur bezig met Nederlands, maar... hier nog één woordje fout. Maar ik schiet wel heel erg op. Dus ik ga Nederlands nog even afmaken en dan is het denk ik 11:45. Dan heb ik nog maar een half uur en dan denk ik dat ik aan geschiedenis even ga. Nee, want geschiedenis dat is te kort. Ga ik even aan biologie gaan, want ik hoef daar maar 1 paragraaf van te maken. Zie ik jullie zo weer, want ik kan niet meer filmen met die camera, want we hebben geen accu's er meer voor, die zitten in de lader. Zo, weer opgaan naar mijn telefoon, want de camera viel bijna uit, maar ik ga het even laten zien. Ik heb deze samenvatting helemaal zelf geschreven, dit is volgens mij voor een van de eerste keren dat ik... Oh, dat is wel heel erg. Nee, ik doe eigenlijk best vaak kopiëren plakken, gewoon puur omdat ik geen zin heb om zo'n samenvatting te schrijven. Maar deze keer heb ik hem gewoon echt helemaal zelf geschreven. Ik vond het best wel knap van mezelf, want ik dacht eigenlijk dat ik het niet zou kunnen. En ik ben nog niet eens helemaal klaar, want ik ben nog niet zo heel ver in het boek. Ik heb wel 1 keer gelezen, maar ik wil geen dingen fout schrijven. Dus ik heb nu eigenlijk van de eerste 6-7 hoofdstukken heb ik een samenvatting geschreven van 511 woorden. Eigenlijk moet die tussen de 300 en 400 zijn, maar dat ga ik niet redden. Want het boek is gewoon zoveel informatie, want... Als je iets niet weet, dan kom je er ook niet helemaal. Dus ik ga hem even laten zien. Dus ik ben even proud op mezelf. Dat het me helemaal is gelukt. Ik heb ook mijn opdracht af. Die ik morgen helemaal niet. Die ik volgende week af moet hebben. Kijk, want ik heb hier een hele lijst gemaakt. Dat was in het begin. Over wat ik allemaal wil gaan doen. Niet alleen vandaag hoor, maar over de week verspreid. En dan had ik hier bovenaan Nederlands staan. En dan heb ik hier nog geschiedenis, biologie, Frans, aardrijkskunde en wiskunde. Dat ik het allemaal af moet maken. Eigenlijk is best veel als je zo kijkt. Yeah, we love school. Ik ga deze voor zich nog een keer opslaan. Want ik ben altijd zo bang dat ik het niet goed opsla. En ik helemaal mijn best heb gedaan en het dan weg is. Dus... Ik heb nu mijn opdrachten voor week 21 heb ik af. Dus die gaan we even lekker mooi ook markeren. En dan ga ik nu kijken of ik mijn opdrachten af heb voor mijn handelingsdeel. Dus gaan we even naar talent. Bij 5.5 moet ik de opdrachten en het testje zelf maken. Dus dat ga ik nu even doen. Het is nu 35, dus ik ga hier nog even... 10 tot 20 minuten aan zitten. Beloof het.
uurtje. En dan ben ik alweer klaar met school voor vandaag. Ik ga alleen nog opletten en voor de rest geen andere vakken meer doen. Omdat ik echt helemaal klaar mee ben. Want ik heb heel Nederlands afgemaakt voor de aankomende weken. Dus dat. Het is inmiddels een tijdje later. Het is 2:30. Ik ben klaar met school. Yay! Ik zit trouwens een beetje raar op mijn bal, want ik ben net niet door mijn rug heen gegaan. Maar spier is niet helemaal lekker. Zeker doe mijn Duitsboek dicht. We zijn helemaal klaar mee. So, I am laying in my bed. Yes, I know. Dit is not handig. But it is now 3:00. En I hoef pas naar stal at 6:00. So I was thinking what I am gonna do. Want in bed liggen en niets doen is not very handy. So I dacht ik ga of naar de winkel of ik ga sporten. Mag ik eerst mijn kamer opruimen en ga ik dan kijken wat ik dan kan doen. Ja, ik ga mijn kamer opruimen. Het is inmiddels een tijdje later en ik heb me even omgekleed. Ik ging mijn kamer opruimen. Als je dit ziet, dan denk je nu dat je mijn kamer opruimt. Ik heb dit opgeruimd. En kijk, ben ik zelf. Want ik had daarna de motivatie hier niet meer voor. Love it. We gaan naar stal toe. Maar ik heb last van mijn rug, dat wil je niet weten. Zo, ik weet niet wat er mis is met Nederland. Maar het is ineens weer warm. Kijk mijn hoofd, ik ben heel rood. Maar het is ineens weer warm. En kan ik ineens weer een korte mouw zetten. Terwijl ik heb mijn vest hier zo bij me. Want die had ik samen met je gepakt. Dat hij helemaal... Dat hij helemaal meegenomen. De stress waar ik om stress. Het is ineens warm. Oh kijk, daar is mama. Het is nu... 19 graden. Hou. Hallo. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Ik moest toch vloggen. Dat is waar, maar kun je dat niet beter met die doen? Jawel. En dan die? Zeker. Yes, we are going with the car naar stal. Yes. Yay. Hallo, hallo, hallo. We zijn inmiddels op stal. De paardjes hebben lekker op de wei gestaan. Het was niet heel lang en ik heb ondertussen de hapjes gedaan. Het was niet heel lang omdat het weer een hele lange tijd had geregend. Waardoor er veel suiker in het gras zat. Dus hebben ze maar eventjes op de wei gehad. Nu gaan we naar home toe. En dan gaan we ook nog langs de Albert Heijn. Kan je dat zo doen? Als dat nog rennen. En dan gaan we avond eten. Dan is de dag alweer om. Oh nee, misschien ga ik nog sporten. Ik ben niet zeker. Dus dat.